Gewoon staan. Ja, deze. Ja. Ja. En dan neem ik die. Ja, dat is ja, mag goed. Ja. Want jij maakt ze dan vast? Ja, klopt. Dan doe ik er een ringetje van. Oh, sorry. Ik heb gelijk een ringetje aan vastmaken en dan kan je hem eigenlijk niet meer afdoen. Maar dan heb je ook niet al die sluitingjes die blijven hangen, zeg maar. En je kunt er dus mee douchen. Ja, het blijft gewoon mooi om te douchen. Ja. Met en zoutwater blijft ook gewoon. Ja, het kan alleen wel doffer worden na verloop van tijd. Maar dat kijk, ik heb hier mij inmiddels een jaar aan, dus dat blijft gewoon nog goud. Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Zo, kijk, we kunnen bij jou ook even laten zien. Zou die er dus zo uit komen te zien? Ja, is dat leuk? Ja, helemaal ja, goed. Zal ik met jou beginnen? Zit je voor altijd aan vast. Ja. Forever connected. Ja. Ik wist ook helemaal niet wat voor wat ik er daarbij je kan voorstellen. Zo. Hey, maar dames, vertel eens even kort wat gebeurt hier allemaal precies? Ik ben nu een Forever bracelet aan het zetten. Een Forever? Een Forever bracelet, ja. Die worden gelijk vastgemaakt aan je pols, dus daardoor kan je ze eigenlijk niet meer afdoen. En dat is bijvoorbeeld ook heel leuk om dat dus te matchen met een vriendin of met je geliefde bijvoorbeeld. Ook voor Valentijnsdag. En dat is bijna, ja. Ja, zeker. Dus ja. Maar niet meer los, want kijk, je hebt sowieso heel veel armbandjes ook die, en dat is een beetje elastisch, dat kan je zo rond je pols doen. Ja. Maar jij doet het nu echt een soort verzegelen of? Ja, ik doe gewoon een ringetje dichtmaken, zeg maar. Kijk, en dat was hem al. Ja. En dan heb je dus geen. Maar er zit geen. Nee. Maar hij kan natuurlijk wel breken of zo. Dat kan wel. Het is best wel sterk metaal, dus je kan best wel wat kracht zetten. Kijk, oh, je hebt allemaal kracht erop en er gebeurt niks. Oké. Okay. Oh, er zit nog wel een plasticje aan. Maar dat is inderdaad, wat ik hoorde jou zeggen, kan je ermee zwemmen? Dat, ja, maar dat, ja, dat is dus, goed. Want het is roestvrij staal. Ja, want, klopt, ja, allemaal roestvrij staal. Ja, dat is sowieso wel een beetje de trend. In. Zeker, ja, daar vraagt ook iedereen wel om inderdaad. Ja. Dat moet wel een beetje mooi blijven. Ja, nou, mooi, dankjewel. Zeker. En wat zijn jullie van elkaar? Want dat wil ik en jullie wilden eigenlijk niet zoveel vertellen, maar. Oh, wij zijn vriendinnen. Ja? Ja. Dus dit is een soort symbolische beklinken van de vriendschap. Hebben jullie het dan allebei dezelfde of neem je nou een andere? Nee, dat dan maar niet. Nee. Dat dan weer niet. Ja, het was gewoon een spontaan ideetje van mij. Dus ja, ik zag dit staan en ik zag het op haar Insta. En ik denk, oh, dat is leuk voor met Saskia. Dus, ja, want ben jij de enige die dit biedt? Nee, ze bieden dat verderop in het land ook, maar dan lassen ze het ook echt dicht. Maar daar komt dan nog best wel een ander prijskaartje bij kijken. Lassen? Het is als we echt gewoon met een. Ja, echt met zo'n enge machine. En ja, daar ben ik. Ik ben geen goudsmid, dus ik doe dit gewoon dicht draaien, zeg maar. En dan is het nog net zo stevig. Alleen dan voor 15 euro in plaats van 150. Oh, dat scheelt ja, behoorlijk. Ja, 15 euro is goed. En dus ze kosten allemaal 15 euro? Ja, klopt. Maakt niet uit welke je uitzoekt. Zeg. Oké, okay, je hebt ze toch in meerdere kleuren en, ja, en stijlen. Ja, alle goud en zilver, dat maakt dan ook niet uit. En dan dus alle soorten. Ja. Nou, leuk. Is het goed zo? Dankjewel. Ja, dat is goed. Ik ben helemaal blij mee. En hoe is het met jouw zaak? Jij bestaat een jaar. Ja, goed. En je bent lid geworden van de ondernemersvereniging. Ja, superleuk. Ja, zeker. Ja, ben je hartstikke druk steeds. Ja, ben je blij? Ja, heel blij. Ook heel leuk om te zien hoe dat dan steeds weer verder uitbreidt. Vooral mond-op-mond reclame doet ontzettend goed. En dingen zoals dit natuurlijk. Dus je blijft gewoon. Zeker. Ja, maar je plekje is ook goed hier in de Schierstraat. Ja, ja, zeker. Mensen weten je steeds beter te vinden, dus dat is ook echt heel leuk. Ja, ja, en er is natuurlijk nog een grote keten bij gekomen. Heb je daar last van? Nee, ze komen hier gewoon met een majority tasje binnen en ze shoppen hier gewoon verder. Dus ja, maar zo gaat dat een beetje. Ja, ja, zeker. Nooit genoeg zie je daar toch. Ja, en jij bent natuurlijk helemaal van de persoonlijke en de kleine. Ja, en de, zeker. Ja. Ja, als je echt iets unieks zoekt, dan ga je toch misschien eerder naar YouTube, denk ik. Ja, nou, en zij hebben ook niet dit bijvoorbeeld, nee, hè? Nee. Nou, dankjewel. Zeker, yes, dankjewel.